Even is hij terug in Nederland, in Wateren, Zuidwest-Drenthe. Hier kan hij nog gewoon over straat. Ja, er lopen ook niet echt veel mensen. Dit is mijn geboortegrond. En jij kan ook nog wat Drenthe sporten. Dat gaat net zo gemakkelijk als wat anders, hoor. Dr. Jan Pol is de gast bij zijn oudere broer, Jan Pol. Het is een verschijnsel in onze familie. Dat is allemaal Jan Hitte met een naam erbij. En dat is wel makkelijk. Dan kun je ze daarmee noemen natuurlijk. Ik ben alleen Jan. Hij heet Jan Arm. Die incredible Dr. Pol haalt met zijn eigen reality show kijkcijferrecords op de zender Nat Geo Wild in de Verenigde Staten. This is the story of his incredible life. Okay, let's get busy. In het programma staat het dagelijks leven van de dierenarts op het Amerikaanse platteland centraal. Iedereen kan dat niet. Ik kan geen boer worden. Dat kan tegenwoordig alleen niet meer. En zo is hij dus in de dierenarts geworden. Dat ligt in de lijn der verwachtingen. En dat hij in Amerika terechtgekomen is, ja, dat komt door een vrouw. En zo te zien houdt Dr. Pol nog steeds van zijn vrouw Diane. Samen nemen ze een kijkje bij het huis waar de wereldberoemde dierenarts geboren is, 72 jaar geleden. Maar ja, het is dus mooi om hier te weten. Het is, ja, hard veranderd. De boerderij dus waar ik geboren was, die is helemaal veranderd. Die is helemaal verbouwd. De serie over de dierenarts wordt ook in Nederland uitgezonden door National Geographic. En daardoor kan Jan Harm Pol ook in Nederland niet meer rustig over straat lopen. En op een gegeven moment stond ik een foto van het monument op de Dam te maken. En ik hoor achter mij, goedemiddag dokter. Ik kijk achter me, is er een agent die staat achter mij? Nou, wat heb ik nou weer gedaan? Nee, was ook goed. Hij vond ook de show heel mooi. Broer Jan is inmiddels dik in de 80. En is maar wat trots op zijn broer. Goed, hij was een stuk jonger dan ik. Dus leren lopen, leren fietsen en zo. Is dat, daar heb ik ook een bijdrage aan geleverd. Morgen vliegt dokter Pol weer terug naar zijn eigen praktijk in Michigan, Verenigde Staten.